Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2021 My Team Career Mode. Mijn naam is Janan en vandaag gaan we verder voor aflevering 79 hier in Rusland. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan gewoon voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk op belletje aan, dus je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me even op sociale media, @JananSchaver op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruiksnaam in de beschrijving. Rusland belooft een spannende wedstrijd te gaan worden. We kunnen vandaag ook een viervoudig wereldkampioen worden bij de coureurs. Wat hebben we daarvoor nodig? De winst? Misschien de snelste race om de punt, maar Max moet niet in de punten finishen. Kwalificatie belooft hier gewoon spannend te gaan worden. Droog in de kwalificatie en de race, dus dat is goed om te zien. Niet te veel updates meegenomen hier in Rusland. Waarom? Het is niet zo hard nodig. We kunnen niks meer updaten en upgraden. We klimmen wel wat naar voren richting Mercedes. Red Bull doet dat hetzelfde. McLaren dus niet. We staan dus derde bij de Research and Development actie. Dus dat beloont nog wat. Maar eerst de kwalificatie voor de grootprijs van Rusland. Daar gaan we dan voor Q1 kijken of we door kunnen komen naar het tweede deel. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen. We zijn er klaar voor. Hopen jullie ook. Daar gaan we dan. We zijn aanbeland bij Q1. De onderdelen zijn wat beschadigd, maar die kunnen gewoon nog door naar de race. Ziet er een klein beetje door, missen die apex helaas. Dan is het kijken wat dit rondje ons gaat opbrengen voor ons. Nogmaals, het zou vandaag een historische dag kunnen worden. Zodat wij een viervoudige wereldkampioen worden bij de coureurs. We zijn al constructeurskampioen. Dus dat is goed om te zien. Zet de paars in sector 2 neer. Perez naar de vierde tijd met 1.30.1. Waar komen wij zo meteen te staan? Dat is de vraag. Laatste bocht nemen wij iets te wijd. Helaas, maar dat is de snelste tijd met 1.28.5. Dan zijn we door naar Q2. Ook hier verwacht ik weer de snelste tijd neer te zetten. Dus dat belooft nogal wat. Max gaat hier trouwens ook voor de pole position. Kijken of hij die pole kan veroveren. Volgens mij zou dat zijn eerste van dit seizoen zijn. Als ik dat goed zeg, weet ik niet zeker. Maar het is in ieder geval lange tijd geleden dat Max op pole vertrok. Q2 verloopt ook wat hobbelig. En schiet er daar te wijd. Maar dat is wel de snelste tijd met 1.27.9. Goed gedaan. Door naar Q3. En dan wordt dit de alles bepalende kwalificatie voor de startgrid voor zondag, voor de race. DRS geopend. En de topsnelheid zit hier gewoon hartstikke goed. De Honda motor is powervol. 347 km per uur noteren wij. Door naar het laatste deel van het rondje. Perez pakt voorlopig de pole position. De vraag is, kunnen we daar een stokje voor steken? Bij de laatste twee bochten aan. Kijken wat dit op gaat leveren. En dat is de pole position met een 1.27.9. Maar Max Verstappen is 74.000ste sneller gegaan. Wij starten dus vanaf een P2, Max ook op die medium band, op de startgrid. Dus dat beloont nogal wat. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar My Team Career Mode aflevering 79 hier in Rusland. We starten op een P2 op de softband, dus we hebben een voordeel bij de start. Daar gaan we dan. Welcome one and all to today's Grand Prix here in southern Russia. A beautiful location beside the Black Sea and a race that has historically been dominated by the Silver Arrows. Mercedes have won here 6 times since the first race in 2014. Can someone else muscle in on that record here today? Built on the shores of the Black Sea, the Sochi Autodrome is a 3.6-mile tour around some of the venues built for the 2014 Winter Olympic Games. Close barriers may make overtakes more challenging, but with 56% of the lap taken absolutely flat out, we certainly won't be wanting for pure speed.
A fitting arena then to do battle at the pinnacle of motorsport. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and the Professor completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Gasly, Lando Norris, and Perez, Hamilton, Ricciardo, Russell, and Valtteri Bottas, Joe, Tsunoda, Esteban Ocon, and Lundgaard, Sainz, Stroll, Antonio Giovinazzi, and Marcus Armstrong, Ilott, Mick Schumacher, Latifi, and Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Soft medium is de strategie, neem extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. We starten op een P2 op de grid, daar gaan we dan voor carrière aflevering 79 hier in Rusland. Verstappen dus op pole position op die medium band, wij dus op de tweede plek op die soft band. De lampen gaan aan voor de grote prijs en ze zijn uit en we zijn onderweg en we komen wat middelmatig weg, want Gasly is al beter weg. Raakt onze zijkant. Zit daar aan die binnenkant. Drie dik. Tussen Leclerc, mijzelf en Gasly. Lukt dat hier ook? We remmen wat later dan de twee rijders voor mijn neus. En dat is P2. Maar krijgen een flinke waarschuwing weer in de bochtafsnijding. En hebben wat problemen met de onderdelen van de motor. Die zijn wat beschadigd geraakt. Maar nu is het naar Max Verstappen toe rijden en krijgen daar ook gelijk al een track limits waarschuwing aan onze broek. Einde ronde nummer 1. Hier dan aan de binnenkant proberen van Max. Lukt helaas net niet. Zometeen in de ronde nummer 2 opnieuw proberen. Gasly op P4, Leclerc op P3. Max aan de leiding op die medium compound. En wij moeten Max gewoon voorbij. Want die is nog niet snel genoeg vanwege die band. Moet het zo meteen in ronde nummer 2 gaan proberen. Verstappen met de snelste tijd. 1.32.6. Wij een 1.33.8. Overtakenknop ingeschakeld. In de slipstream duiken van Max. Hier net niet. Kunnen alleen maar kijken. Jammer maar helaas. Hier gaat het ook niet lukken. Want we zitten even klem. Wel heel dicht erop. Hier dan proberen. Max gaat die binnenkant niet verdedigen. Maar we zitten net te ver weg om een echte aanval te doen. Noteren wel paars in sector 1. Zetten groen in sector 2 neer. Einde ronde nummer 2 dus. Verstappen. Gaat ronde nummer 3 alweer in. En wij pakken de snelste raceronde van Max af met een 1.32.4. Zijn 15e harder gegaan. DRS opengezet. Hier dan aan de buitenkant van Max. Jazeker, en dat is de leiding weer heroverd in ronde nummer 3. Nu proberen weg te rijden van Max, als dat lukt. Maar dan heeft Verstappen hier wat meer grip dan mijzelf. We maken een klein foutje. Alhoewel, nee, we maken geen klein foutje. We maken gewoon een fout. Hier is het dan wel wat even anders. Maar Verstappen kan niet naar mij toe rijden. Zet de paars in sector 1 neer. Op naar een verbetering van de snelste tijd. Max kan hier even helemaal niks. Moet het zo meteen gaan proberen op het rechte stuk. Hero. DRS zo meteen geopend voor mijn landgenoot. Wij gooien onze overtakenknop aan. Maar het is niet sterk genoeg tegenover de DRS van Max. Hij zit aan de binnenkant. Durft hem er niet naast te zetten. Dan naar de buitenkant kijken. En is dat gelukt? We laten hem uitrollen, maar Max kan hier profiteren. We gaan een klein beetje wijd. Max zit nog steeds aan die binnenkant.
Deze knik is dan wel voor ons, jazeker. En Max kan ook niet terugkruisen. Mooi gevecht voor de leiding. En we zitten in ronde nummer 4 als Verstappen het dit keer wel probeert aan de buitenkant. Maar remt gewoon eerder dan mijzelf. Duwen Max hier weer wijd. Gaan hij weer de wijdere lijn nemen om mijn teamgenoot te sparen. En hij kan er niet voorbij. Nog steeds de leiding in handen in ronde nummer 4. Zometeen gaan we ronde nummer 5 al erin. Leclerc op P3, Gasly op P4, Perez op P5. En Max nog steeds op P2 op die medium band. Alle rijders nog in competitie. Goed om te zien. En daar zet Max dan in ronde nummer 5 aan die binnenkant. Maar hij kan er niet voorbij. En wij verdedigen scherp. Hard maar ver. Stappen kijkt naar de buitenkant. Lukt niet. Charles Leclerc zit te kijken en een... Gewoon bijna het hele veld zit bij elkaar. Oftewel, niemand heeft gaten laten vallen. Dus dat wordt close. En daar heeft Max ons gepasseerd in ronde nummer 6. Kunnen wij hem terug aanvallen? Hij verdedigt die binnenkant. We kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Lukt dat? Jazeker, dat lukt. En Max zit er heel dicht op aan die buitenkant, maar kan er niet voorbij. Charles Leclerc ziet dit allemaal gebeuren. Hij wil hier graag mee van profiteren. Maar de orde weer hersteld in ronde nummer 6. Nog 21 rondes te gaan. Dat zeg ik wel. Maar we maken een foutje. Bij de DRS-zone. En Max er voorbij. Kunnen wij terug aanvallen? Lukt dat? Hier aan de buitenkant. Net niet. Net niet. En we zitten in ronde nummer 7. Als wij dit keer DRS hebben op Max. Ga naar de binnenkant kijken. En we zijn er weer voorbij. Goed gedaan. Dan nu hoop ik echt wegrijden van mijn landgenoot. Want die rijdt op die medium compound. En als het zo eindigt, dan heeft Max de betere strategie. En dat wil ik niet. Leclerc op het podium. Perez niet te ver achter. Hetzelfde geldt voor Pierre Gasly. En Max zit er aan die binnenkant. Te kijken. Au. En dat lukt. Max Verstappen weer naar P1 in ronde nummer 7. Nog 20 rondes te gaan. En dus moeten wij Max weer terug zien aan te vallen bij de DRS-zone die hier nu komt. En kijk maar, slipstream, overtake, DRS, we zijn er voorbij. En dat is weer P1. Het is steeds stuivertje wisselen tussen Max en mijzelf. En we zitten in ronde nummer 8. Als daar Max opnieuw een aanval waagt, kan er niet voorbij. We houden de auto breed. Max aan de buitenkant? Nee, dat lukt niet. Dat lukt helaas niet. We maken daar wel een klein foutje en Max kijkt hier aan de buitenkant. Maar wij houden voet bij stuk. Gaan daar wijd om Max af te knijpen. En dat is ook gelukt. Dat is ook gelukt. We gaan daar weer een beetje wijd. Dat is niet fataal. Want Max kan er niet voorbij. We zitten in ronde nummer 10. Nog 17 rondes te gaan in de wedstrijd. Max weer in mijn DRS-zone. Gaat hij hier kijken. En raakt onze achterkant. Max heeft ons geraakt. Ik voelde een klein tikje. En Max valt ook gelijk in één keer weg. Dus Verstappen moet naar binnen voor een nieuwe neus. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Gaat hier veel secondes verliezen. En wij gaan ronde nummer 11 alweer in. En Max naar binnen. Jazeker, daar is de bevestiging. Verstappen naar binnen voor een nieuwe neus. Gaat dus meer seconden verliezen dan dat hij goed wil maken. En wij duiken deze ronde naar binnen. 15e sneller dan Sergio Perez. Het gat wordt alleen maar groter en groter. Dat gat is inmiddels 2,6 seconden. Hier een herhaling van Max. Op een aanval op mij. Kijk naar de buitenkant. Dan remt hij hier af. En dan geeft hij toch gas bij. En daardoor rijdt hij tegen mijn achterkant aan. Daardoor rijdt Verstappen tegen mijn achterkant.
En dat is niet oké. Hij verliest ook gelijk heel veel secondes. Kijk maar, heeft het gelijk lastig vanwege downforce verlies, onderstuurmomenten, noem maar op. Dus Max gaat hier denk ik niet in de punten eindigen. En we duiken naar binnen in ronde nummer 11. Gaat Perez een rondje door? Nee. Gaat nog eens een rondje door? Nee. Gaat Tsunoda een rondje door? Nee. Enige die een rondje door is, die gaat, is Guanyu Zhou. Christian Lundgaard gaat een rondje door. Armstrong, Giovinazzi, Island, allemaal door. En waar komen wij terug het veld op? 2,3 is de pitstop. Een goede tijd. En we komen denk ik achter Mick Schumacher. Jazeker. Achter Mick Schumacher. Goed om te zien. En ze hebben Charles Leclerc overcut. En hebben een aantal secondes goed gemaakt. Dat gat is nu 2,6, 2,5. Maar dat is geen probleem. Schumacher op die oude soft banden. Op het rechte stuk hier. En we zijn er gewoon voorbij. Nou, dat zeg ik wel, maar Schumacher geeft niet op. Wij duwen hem daar een klein beetje wijd en dat is P6. De volgende heet dan Callum Ayert. Duikt Giovinazzi naar binnen, jazeker. Duikt Christian Lundgaard naar binnen, jazeker. Dus dat worden twee gratis posities voor ons. En dan rijden wij op een P4 zometeen, als ik dat goed zeg. Of een P3. Een P3. En Charles Leclerc noteert de snelste race ronde met een 1.32.2. Ricciardo verbetert dat met een 1.32.1. Dus Ricciardo de snelste race ronde in handen. Daar hebben wij Callum Ilott in de Williams. Maar moet naar binnen. En dat gaat hij ook doen in ronde nummer 16. Nog 11 rondes te gaan. Marcus Armstrong is de volgende. Dat gat is 2,2 seconden. En dat dichten wij in rap tempo. Dat gat is nu 2 seconden. En dat is nu 1.9. Dus dat wordt alsmaar kleiner. 1.8. 1.6. En daar hebben wij Marcus Armstrong rijden in ronde nummer 17. Nog 10 rondes te gaan. Armstrong wil hier gaan verdedigen, maar dat is gewoon zinloos. Wij kijken naar de buitenkant. En dat is weer P1 van ons. En zetten paars in sector 2 neer, groen in sector 1. Goed om te zien. En nog 10 rondes te gaan, moeten we dit gewoon zien uit te rijden op dit circuit. En zo lastig gaat het eigenlijk niet worden vandaag hier in Rusland. Max weg door een touché met mijzelf. En wij noteren de snelste race ronde met 1.30.3. Snelste race ronde tot nu toe. En hebben een tijdstraf gekregen vanwege de track limits. 3 seconden van de tijd eraf. Het gat naar Charles Leclerc is 15,4. Dat wordt 12,6 of 12,7. Het ligt allemaal aan tot hoe ver het bij start-finish is. We zitten dus in de laatste ronde van de wedstrijd. Dat betekent Max niet naar de punten. Het scenario wat ik vooraf niet had verwacht is toch uitgekomen. Wat ik in het begin zei van deze video is toch uitgekomen. Wij winnen dus onze 4e titel van My Team Career Mode. Goed gedaan. En op naar de volgende wedstrijd in Singapore. And it means you're driver's world champion. What a result. Enjoy it. It's certainly been an incredible year for Formula One, and our drivers have all pushed themselves this season, making it one of the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now, our new Formula One World Drivers' Champion. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times.
The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Rusland. Pakken ook de snelste racepunt, ondanks die 3 seconden tijdstraf. Charles Leclerc op P2, Perez op P3, Hamilton 4, Russell 5, Ricciardo 6, Gasly 7, Zhou 8, Bottas 9, Lando Norris op de 10e plek. We stappen niet in de punten. Dat betekent dat wij officieel coureurskampioen zijn in seizoen 5. Goed gedaan. En Verstappen moet ik uitkijken. Want Hamilton en Leclerc liggen op de loer. En het constructeurskampioenschap is gewoon allang beslist. Red Bull pakt AlphaTauri, Alpine pakt Williams. Dus tussen die vier teams wordt het nog spannend. En ja, tussen mezelf en Perez eigenlijk niet. 12-0, dat is het eigenlijk. Het is gewoon voor de hand liggend geworden. We zijn dus officieel een viervoudig wereldkampioen. Evenaren Sebastian Vettel en Alain Prost. Goed gedaan. Het cash, jazeker. 3,1 miljoen binnengeharkt door de sponsoren. Goed gedaan hoor. Geen schade gereden door mezelf en Max. 150.000 erbij gezet. In totaal $235,9 miljoen op de bank. Goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Kan er iets verbeterd worden? Zet het dan in de comments neer. Abonneer gewoon voor meer zou ik zeggen. Schakel ook gelijk het belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We hebben de 115 abonnees behaald. Later pushen we 120 abonnees. Het zou vet zijn. 120 abonnees moet gewoon het volgende doel zijn. Zorg dat je me daarmee helpt. Door gewoon te abonneren. En het belletje aanzetten. Zodat je geen enkele aflevering meer van me mist. Wat ik net al zei, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En Jillian Schouten op Instagram, Twitter en Facebook. Volg me daar ook even voor, ja, weet ik wel, updates, noem maar op, stories. Je kan er vanzelf wel verzinnen. Maar vooral abonneren. Dit was Jillian, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. En ga verder in Singapore. Tot ziens.